Welkom kijkers, nog even snel een video, zo vlak voor de kerst. We zitten nu nog lekker bij de kachel, maar we gaan straks even op een akkertje zoeken. En daar heeft een oud dijkpad gelopen, dus er zit wat hoogteverschil in die akker. Dus daar kunnen best interessante dingen liggen. Blijf erbij, dan gaan we snel kijken. Nou, de eerste vondst. Een stukje lood. Ik weet niet of het van iets is geweest. Niet echt zichtbaar. Door naar de volgende vondst. Lekker signaaltje hier zo. 1920. Even kijken of het wat moois is. Wat is het? Een sleutel. Ah. Grappig. Ah, shit. Eerste muntje, 1954. Koningin Juliana. Kijk hoe grappig dat je die afdruk nog mooi in het grond ziet staan. Altijd leuk. Kijken of er verder niks in zit. Nee, ik geloof het niet. We hebben weer een muntje. Een kale duit. Ja, ja, weer eentje. Mooi in het kluitje. Laten we eens kijken wat het is. Dit is nog een mooie. Thuis even schoonmaken. Volgens mij een musketkogel. Hij is wel zwaar. Het lijkt een musketkogel te zijn. Kijk nou, een zakmes. Zo'n hele oude volgens mij nog. Grappig. Weer een muntje. Ik weet niet of die nog zichtbaar wordt. Maar moet je eens kijken hoe diep die zat, zeg hij. Even kijken. Het is gewoon... lengte van mijn pinpointer. Volgens mij heb ik bingo. Ik denk dat dit zilver is. Het is geen gewoon dubbeltje in ieder geval. Lekker hoor. Ze komen nou heel soepeltjes uit de grond, zeg. Hey. Kijk eens. Weer een ouwertje hoor. Afdruk hier in de grond. Altijd mooi om te zien. Lekker, wat is het?
thuis maar even kijken. Nou, je kunt wel zien. Het is niet het lekkerste weer. Maar ik doe achter elkaar leuke vondsten. Leuke muntjes. Dus ik ga nog wel even door. Kijk eens, de schaapjes staan dat gras lekker kort te knagen. Zo kan ik lekker zoeken hier zo. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. We doen even een live dik. Moet je eens horen hoe lekker deze klinkt. Ja, hij zit erin. Hij zit erin. Even kijken. Niet in deze kant. Ja. Het zit in mijn hand nog. Wat is het? Een sleutel. Oh, weer een sleutel. Meen je niet? Nou. Weer een muntje. 1 cent. Uit 49, geloof ik, zo te zien. Ja, ook leuk. Hallo mensen, dag 2. We gaan weer lekker verder op dit stuk. Gisteren was ik alleen, maar nu heb ik mijn maatje Ben weer bij me. Dus dat wordt gezellig. Zoals je ziet, we zijn weer lekker helemaal in de kerststemming. 16e eeuwse, 17e eeuwse vondsten gedaan al hier. Dus we gaan gauw aan de slag. Een oude gesp. Leuk. Weer een musketkogel. Toch leuk als je ze altijd tegenkomt. Dan weet je dat je op een goede plek zit. Ja. Anker, zo wordt die. Ja, ja. Beetje spoetsen. Ja. Lichtjes aan. Marineknoop. En dit. Uniformknoop. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt zegelnood. Ja. Maar ik vind het er toch anders op. Het is een andere vergaaien. Ja, dit is een leuke. Ja. Maar ik vond laatst ook een knoop hier zo, maar dan met 2 koeienhoofden of met 2 paardenhoofden erop. Maar ik weet nog steeds niet waar die van is. Ja, dit is duidelijk marine volgens mij. Ja, lachen man. En die ander. Ik heb hier ook wat in mijn hand tussendoor. Dan zullen we zo meteen even kijken. Oh, ja. Je ziet iets. Wapenschild van Leiden, ja, noem maar. Ja, 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 ja. Maar het is geen lood. Jawel, toch? Ik weet het niet. Jawel. Ja. Jawel. Ja, je ziet heel klein beetje het schild nog. Ja. Ja, mooi. Gewoon gemaakt worden. Ja. Nou, ik ben benieuwd wat ik hier in mijn handen heb trouwens. Ja, ik ben ook. Even kijken. Wat zal het zijn dan? Goud. Ja. Ja, ik zie het al zeker. Een spijker of zo. Oh, nou valt hij nog ook. Kijk, en zo maak je ook weer je gaatjes netjes dicht. Plop. Plop. Een beetje aanstampen. Alsof er nooit wat is gebeurd. Mijn maatje vindt net een knoop. Maar ik heb er ook één nu. Maar vooralsnog lijkt er niks op te staan. Maar wie weet, als we hem thuis even bekijken, komt er toch nog wat aan het licht. Nou ja, op naar de volgende vondst. Geen idee wat het is met dit velgje met sleutels. Maar dit is al de derde. Ja. Ik heb hier iets bijzonders.
zit wel een soort honingraadstructuur in. Lijkt wel een brosje geweest. Je ziet hier nog een oogje. Vermoedelijk dat hier nog twee poten aan hebben gezeten en dat dit de nek is. Hier zo. Dat het een kop is geweest. Een dier. Bijzonder. Ja, weer een muntje. Maar ik ben benieuwd of het deze wel mooi is. Nou, ik geloof weer een kale duit. Oké, dat waren twee lekkere middagjes zoeken. Vandaag ietsjes korter. We zijn zo'n 3 uurtjes aan het zoeken geweest vandaag. Wat hebben we allemaal gevonden? Nou, om gelijk maar even met de deur in huis te vallen. 2 zilveren munten. 1 van koning Willem III, 1849. En eentje van koningin Wilhelmina, 1906. Hier wat foto's daarvan. En dat volgt, om gelijk maar eventjes op de bijzondere vondsten door te gaan. Een 16e of 17e eeuwse degenspeld, degenklip. Hier de foto's. Dat werd gebruikt voor een sabel of dolk aan een riem vast te hangen. Nou, dan ga ik jullie nu even de rest laten zien. Een aantal kale duitjes gevonden weer. 2 keer 1 cent, 1954, die ander ook rond die periode. Deze bijzondere knoop. Ik hoop nog steeds dat iemand weet wat het is. Weet jij het? Laat het even achter in de reacties. Het zijn twee paardenhoofden. Dan, hier heb ik de 2 muntjes liggen van koning Willem III en Wilhelmina. Hier een aantal ringen. Waar deze van zijn, dat weet ik ook niet. Nou, en als we voor 2020 geen geluk hebben, 4 stuks hoefijzers. 1 baby hoefijzertje, wel grappig. Een gesp. Hier nog een deel van een paardentuig. Nou, dit waren wat bijvondsten. 2 pijpjes. Dit is de degengesp. Degenklip. Sleutels. Zakmes. Dit lijkt wel een schild. Het is lood. Dan lopen allemaal diagonale lijnen op. Nog wat musketkogeltjes. Dit lijkt er ook wel, maar misschien is die plat geslagen. Ook van lood. Nog een oogvondst. Ook een zegellood. En nog een klein loodje. Nou, dit was hem zo, vlak voor de kerst. Ik wens jullie fijne dagen en een gezond en gelukkig nieuwjaar.